Het is een van de grootste Boeddha beelden ter wereld. Het staat in de Japanse stad Nara. Maar waarom staat het daar? En wat heeft het te maken met de geschiedenis van Japan? In deze video zoeken we dat uit. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we terug naar de 7e eeuw. Japan was toen een geïsoleerd land met weinig contact met de buitenwereld. Maar langzamerhand kwamen de Japanners in aanraking met invloeden uit China en Korea. Hierdoor kwam ook het boeddhisme naar Japan en kreeg het een belangrijke plaats in de Japanse samenleving. Het boeddhisme was voor de Japanse keizer ook een manier om de Japanners te verenigen en rust te brengen in het land. De bouw van de Totjai-tempel in Nara in 752 in opdracht van keizer Shoma is daar een mooi voorbeeld van. Deze tempel is erg bijzonder aangezien het de grootste houten constructie ter wereld is en een gigantisch bronzen beeld van Boeddha bevat. Het beeld is bijna 15 meter hoog en weegt meer dan 450 ton. Acht jaar werkte ongeveer 350 Ambactiden aan het beeld. Het is niet toevallig dat deze grote tempel in Nara werd gebouwd. De plaats was tussen 710 en 794 de hoofdstad van Japan, toen keizer Tianmai de stad tot hoofdstad van het Japanse keizerrijk had gemaakt en er een permanent keizerlijk hof vestigde. Dit was nieuw voor Japan, want tot dan toe was de functie van keizer meer een ceremoniële functie en was er geen centrale macht. Maar dat veranderde nu. Met Nara als hoofdstad van Japan was de keizerlijke regering in staat om de groeiende bevolking beter te beheersen en te controleren. Wetten en regels werden vastgelegd voor een Chinees model en het boeddhisme werd de belangrijkste godsdienst van het land. Behalve de Toyaji-tempel liet de keizer in Nara nog veel meer tempels bouwen. Opvallend zijn de vele herten die er bij de tempels rondlopen. Zij worden door de Japanners gezien als boodschappers van de goden en daardoor met veel eerbied behandeld. De tempels speelden niet alleen een belangrijke rol voor de godsdienst, maar waren ook van groot belang voor de ontwikkeling van de Japanse cultuur. In de Nara-periode werd bijvoorbeeld de eerste Japanse romans geschreven. En hoewel de Nara-periode een tijd was van politieke stabiliteit en culturele bloei, waren er ook conflicten. De keizerlijke macht werd namelijk niet altijd geaccepteerd in alle delen van Japan. En ook nam de invloed van het boeddhisme steeds meer toe. En dat was een doorn in het oog van een aantal mensen dat vond dat het boeddhisme een bedreiging vormde voor de traditionele Japanse godsdiensten. In 794 kwam er een einde aan de Nara-periode toen keizer Kamu de hoofdstad naar Kyoto verplaatste. Kamu vond dat Nara te veel onder invloed stond van de machtige boeddhistische kloosters in de omgeving. Kyoto was ook strategisch gelegen in het centrum van Japan en dicht bij de zeehavens, waardoor het gemakkelijker werd om zaken te doen met andere delen van Azië en een nieuwe aristocratische klasse en een nieuwe periode van politieke en culturele ontwikkeling ontstond in Japan. Hoe dan ook, de Nara-periode was een belangrijk tijdperk in de geschiedenis van Japan. Politieke stabiliteit en de culturele bloei legden de basis voor de verdere ontwikkeling van de Japanse cultuur en de samenleving.